Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Staves, de dommeste Pikmin allemaal. Ik heb allemaal nog meer Let's Play vlog, Let's Play Pikmin. Welkom terug iedereen. In de vorige aflevering hebben we 3 parts voor elkaar zien te krijgen in de Forest Nevel. En in deze aflevering gaan we dus zeg maar voor de laatste part. De vorige aflevering hebben we ook een kleine voorbereiding gedaan, waardoor we dus minder tijd nodig hebben daarvoor. Dus misschien kan ik een van de secret bosses laten zien. Die dus zeg maar ook in het spel zitten. Want je hebt dus zeg maar ook 3 secret bosses die niet nodig zijn om te verslaan voor 100%. Maar die er wel zitten. Je hebt er eentje zitten in de Distant Spring. Die zit er tot en met dag 15. Dus zorg ervoor dat je bij de Distant Spring kan komen voordat je op dag 15 zit. Dan zit hij daar. Die zal ik zeker laten zien. En we hebben dus 2 secret bosses in de Impact Site. 1 baas verschijnt op alle even dagen nadat je blauwe Pikmin hebt. En de andere baas die verschijnt op de oneven dagen. Op het moment 2 dagen nadat je zeg maar de blauwe Pikmin hebt gevonden. Dus mocht deze part nou heel erg kort zijn, gaan we naar 1 van de secret bosses. En op het moment dat we daar naartoe gaan, telt dat niet als een dag. Dus de reden waarom dat ik dat doe is omdat ik toch zeg maar wel een beetje wil kijken hoe snel dat ik in hoeveel dagen dat ik dit kan halen op de Let's Play. Dus als we zeg maar een secret boss gaan doen, dan telt dat niet als een dag. Dan zul je heel eventjes dag 11 of dag 12 of welke dag dat dan ook is. Maar dat is zeg maar als een niet bestand, dat wordt niet opgesloten of dat wordt niet opgeslagen. Dat wordt alleen maar als laten zien, want ze hebben eigenlijk helemaal geen doel in het hele spel. Maar goed, zonder enig verder geleut, dan gaan we naar de Forest Nevel. Dat loading, dat duurt lang. Maar dat maakt niet uit. Goed, bij de Forest Nevel. Wat we hier willen doen op dit moment is... We hebben die muur zeg maar gisteren naar beneden gehaald. En achter die muur zit dus zeg maar een hele gevaarlijke baas die we zeker willen verslaan. Wat we bij ons willen hebben is 20 Pikmin. Geel. Want die kunnen we hoog gooien. Er zit namelijk een baas verborgen daar. En dat is echt een behoorlijke pittige baas. Dus we hebben nog 4 Pikmin die we misschien nog ergens kunnen redden. En laten we de rest even zeg maar, gebruiken voor... En dan laten we 50 reds pakken. Want we hebben dus zeg maar, nog 1 klein obstakeltje wat we nog moeten verwijderen... voordat we dus zeg maar, zonder problemen bij die baas kunnen komen. En natuurlijk zijn het allemaal Leaf Pikmin. Typisch. Mijn geluk. Jee. Nou, we hebben hier een beetje gras, dus met een beetje extra geluk... Nectar! Kijk, laten we tenminste eventjes wat flauwe Pikmin van maken. Kom op. Nog iets? Niks. Niks jongens. Helemaal niks. Niks jongens. Helemaal niks. Niks jongens. Oké, nou. We hebben in ieder geval heel erg veel bloem Pikmin op dit moment. Daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Goed, nou. Mijn gele team die wil ik heel eventjes hier achterlaten. Omdat er zitten hier nog een paar... Er zit hier nog een klein legertje met Sheergrubs en alles. Dus het kan zijn tot we een paar Pikmin kwijtraken. Dus we gaan gewoon Pikmin gooien. Kom op, gooi. Geen Pikmin kwijtraken. Als jullie iets mee terugbrengen, dan is dat niet mijn probleem. Nou ja, eigenlijk wel, want jullie nemen dan gelijk gele mee. En daar ben ik niet blij mee. Oké, nou. In ieder geval, volgens mij zijn we geen Pikmin kwijt. Dus hun kunnen maar mooi werken aan die muur. En alsjeblieft, jongens, 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 jongens. Nog een... Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik wist dat er een gele tussen zou zitten. Want geel is echt de meest belangrijke Pikmin die we dus zeg maar bij onze battalion hebben. En de reden waarom dat je er echt geen leger naartoe wil brengen... dat zien jullie wel op het moment als we eraan komen. Want echt serieus, deze baas is gevaarlijk. Ik bedoel, je kunt hem vergelijken met Stampertje. Hij stampt nogal graag rond. Dus daarom heb je daar ook zeg maar een gele flower. Ik heb die flowers eigenlijk nog helemaal niet uitgelegd. Omdat ik gebruik ze bijna nooit. Die flowers die je daar ziet. Als je daar zeg maar een rode of blauwe Pikmin in komt. Dan komt er dus zeg maar een zaadje uit. En dat geeft automatisch de kleur Pikmin zeg maar die de bloem heeft. Dus gooi ik een blauwe in een gele bloem. Dan komt er automatisch een gele Pikmin uit. En andersom precies hetzelfde. Jij wil gewoon sterven hè. Pak hem. Goed zo. Zie ik graag wel sterven, prima. Ik bedoel, ga ik hem niet tegenhouden. Ik bedoel, als je zo graag sterven wil, dan nou, maar niet mijn probleem. Oké, nou, de rode Pikmin kunnen eventjes helpen met die muur. Maar geloof me, ik wil hier echt geen rode meenemen, want dat is echt zelfmoord voor die rode. Oké, er staat hier inderdaad vuur, dus je zou denken van, hé, we moeten hier rode Pikmin mee naartoe brengen. Mis. Breng gele Pikmin mee. Want op het moment dat je hier rondloopt, verandert de muziek. En daar hebben we BD Longlegs. Oké, BD Longlegs, die gaat rondstampen als een bezetene. Dan sta je Pikmin onder, zeg maar, een van die poten. Op het moment dat hij neerstampt, is dat instant dead voor je Pikmin. Dus je wil zorgen dat hij zijn poten, zeg maar, in een mooi vierpatroon neerzet. Dan gaat hij even stilstaan en dan wil je je Pikmin op hem gooien.
Oké. Okay. Fluit ze terug. Allemaal. Oké, okay, de muur is al naar beneden. Dat is mooi. Oké, okay, nou. Dit is de reden waarom dat je hier dus zeg maar niet veel Pikmin mee naartoe wil nemen. Niet aanvallen, jongens. Niet doen. Oké, ik ben één Pikmin kwijt. Dat was te verwachten. Je moet echt zijn patroon, je moet hier echt de tijd voor nemen. Jongens, zijn poten aanvallen heeft geen nut. Dat heeft echt geen nut. Je wil gewoon wachten en geduldig zijn. Dit is echt één van die bazen waar je dus echt gewoon goed op moet letten. Wat zijn patroon is, hoe dat hij zeg maar rond gaat lopen. En ervoor zorgen tot op het moment dat hij dus zeg maar eventjes stilstaat. Tot je Pikmin op hem gooit en hem aanvalt als een bezetene. Oké, nou en... Jullie mogen terug. Ah, ik wou de andere eigenlijk niet terugfluiten. Ik wil ook niet in een hoek zitten. Oké, we zijn twee Pikmin kwijt. Ik wist dat ik hier wel Pikmin kwijt zou raken. Dat is niet echt zo erg. Maar je moet echt voorzichtig zijn. Want je kunt hier echt... Als je een groot leger meeneemt, dan verslaat deze beest echt zoveel Pikmin. Dat is gewoon niet grappig. Oké, gooi je Pikmin erop. Kom op. Geen kwijt. Goed. Ah, hij gaat stampen. Dus hier wil je eigenlijk echt rustig de tijd voor nemen. Dus ik ben eigenlijk best wel blij dat we gisteren de Bart, zeg maar niet... want anders was dit zo'n gehaast gevecht geweest en daar word je niet vrolijk van. Oké, nou hij is nog aan het stampen, dus nou doen we extra schade aan hem. Op het moment dat hij dus extra nog aan het stampen is... Oh, ik zie toch... Oké, we hebben ze nog alle 18. Goed zo. Oké, nou even wachten weer. Op zich gaat dit nou heel erg soepel. Ik heb hier een extra take van moeten maken. Zo erg fout dat dit ging. Oké, nou gooi je Pikmin erop. Hij is bijna. We hebben hem bijna. Gewoon doorgooien. Oké, jullie mee. Au. Dat kost weer één Pikmin. 3 Pikmin is op zich niet verkeerd. Oh, hij doet zijn shake aanval. Gewoon Pikmin erop gooien. Oh nee, dat kost heel veel Pikmin. Maar we hebben hem. Oké, we zijn dus 6 Pikmin in totaal kwijt. Maar we hebben hem wel. Wat mooi is. Nou, wat je dus nu wilt doen is je wil niet dat ship part. Wat hebben we eigenlijk gevonden? The guard satellite. Deep space is filled with dangers. This automatic satellite does its part to help guard both me and my spaceship. I'll sleep better at night once this little satellite is back on duty. Nou, het hielp niet echt met die meteor, of wel, Olimar? Nou, wat je dus wilt doen is dat rode team wat we hier klaar hebben staan en wat dus zeg maar heel mooi nu naar beneden heb gehaald. Dat is het team wat we dus zeg maar willen gebruiken om deze loot met ons mee te nemen. Dus aangezien dat er dus zeg maar vuurdingen overal staan, willen we dus zeker rode Pikmin alles mee laten nemen. Neem die pellets ook mee, ik bedoel anders gaan ze toch weg, want we zijn hier alleen maar voor deze ene dag. Dus heb ik zoiets van, ja dan kunnen ze net goed meenemen. Net zo makkelijk. Geen gele daarmee naartoe. Echt serieus, gele die verbranden. Dus die willen we echt daar niet mee naartoe nemen. Oké, nou heel eventjes voorzichtig hier bij deze vlammenwerper. En dan gaan we eventjes de verloren Pikmin nog heel eventjes redden. Dus even kijken, ik zie er hier nog 2. Die zijn alles aan het dragen. En volgens mij hebben we dan helemaal nergens geen Pikmin meer liggen. Oké, nou dat is alleen maar goed. Dan hoeven we alleen nog maar deze 2 Pikmin te redden. Het zijn gelijk flowers, dus... Zullen we ze maar gelijk redden. Dit is eigenlijk waar we dus zeg maar die paddenstoel hebben verslagen. En waar op een of andere vage manier in één keer het spel glitchte. En ik zoveel Pikmin kwijt ben geraakt. Ik heb in de opname gewoon terug zitten staren. Wat er dus zeg maar gebeurde met de Pikmin. En die Pikmin die verdwenen gewoon. Zonder enig reden verdwenen die Pikmin. Gewoon poef, weg Pikmin. Maar goed, we hebben dus de ship part. Guard satellite. This has protected me from space pirates many, many times. I have now recovered 19 parts. If I can just find 10 more, I should be able to increase my ship capabilities. Nou, die 10 zijn dus te vinden in de Distant Spring, waar we dus maandag mee gaan beginnen. Nou, om dus even maar over de Distant Spring te gaan hebben. Ja, dat wordt dus zeg maar een paar dagen dat we dus rond gaan hangen in de Distant Spring. Voornamelijk dus zeg maar, dat is een van de laatste locaties van het spel. Maar goed, we hebben maar een halve dag besteed aan deze part. Dus wat ik van plan ben, als het goed is, hebben die nou al een Pikmin... Wat ik van plan ben is, aangezien dat dit maar een halve dag is en er is dus niks wat we kunnen doen. Ja, we kunnen een paar vijanden gaan verslaan en extra Pikmin harvesten. Wat dus eigenlijk niet nodig is, aangezien dat we 477 Pikmin op dit moment hebben. Wil ik een van de secret bosses laten zien in dit spel. Ik mis 1 Pikmin. Oh, die zit nog onder grond. Oké, eventjes die plukken. Dus wat ik ga doen is, ik ga een van de bonus bazen laten zien in deze aflevering. Dus we hebben alle 76 Pikmin. Ik druk op min en we gaan naar Sunset. Go to Sunset. Yes. En nou doet hij die animatie wel. Omdat hij gisteren gewoon in één keer poef dat niet deed, laat ik gewoon deze animatie nou even lekker zien.
vliegtuiggeluid op de achtergrond, olé. Weet ik ook niet, ik hoor een vliegtuig in één keer op de achtergrond. Dacht, dat is wel hilarisch of zo. Goed, nou, de beestjes die we hebben er geen achtergelaten. We zijn er dus 6 kwijtgeraakt. 10 days since impact. Hope has begun to well up within me for the dolphin's repair and my own chances for a reunion with my dear family. Tomorrow, I shall go forward with a new attitude and continue my exploration in a different region. I hope that future will smile upon me. Nou, we hebben dus zeg maar 6 Pikmin verloren, geen Pikmin achtergelaten. En we hebben dus een totaal van 600 Pikmin gesprout. We zitten op 129 dankzij meer glitchen eigenlijk. Dus dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Nou, ik ga nu het spel saven en nu heel eventjes goed opletten. Op het moment dat hij nou gesaved is, wat we nu gaan doen is niet part van het actuele storyline. Dit is een bonus. Eventjes goed dat in gedachten houden. Want wij gaan nu richting de impact site. Dit is niet dag 11. Het staat nou dag 11, maar dit wordt niet opgeslagen. Dit is alleen maar showcase gebeuren. Weet ik het allemaal nog meer. Wat je hier dus zeg maar kan vinden als je de blauwe Pikmin hebt gevonden. 2 dagen later. Op dag 11 of dag 12. Nou, we krijgen dus de oneven baas. Ik weet niet precies uit mijn hoofd welke van de twee dat het was. Maar je hebt er dus eentje die is compleet harmless. En je hebt een andere die is alleen maar harmless, zeg maar, tegen rode en gele Pikmin. Dus met blauwe Pikmin zit je hier goed. Oké, nou, dan kom je dus weer hier terug. Nogmaals, mocht je heel weinig Pikmin maar hebben en echt heel erg vermoeid hebben met battles, neem een dag rust. Kom eventjes hier bij de impact site. En je kunt, ik weet niet hoeveel Pikmin eigenlijk dus zeg maar weer vinden. Omdat hier die Clamperl zitten die ontiegelijk wil geven. Nou, weet je wat, we nemen 60 blauwe Pikmin mee. Meer hebben we eigenlijk niet nodig. We zijn zo blij als we eruit komen. Oké, nou, de baas die we dus zeg maar zoeken, die zit dus zeg maar altijd standaard op dat plekje daar. Dus nou hoop ik dat de Flint Beetle niet mijn Pikmin af gaat leiden. Kan ik ze daar gewoon veilig op gooien zonder dat die baas spant? Want serieus, Pikmin die hebben moeite met daar gewoon overheen te lopen. Echt, hè? Hij moet me gewoon omverlopen, dat beest. Oké, nou. Even de Pikmin daar overheen gooien. En eens even kijken, wat krijgen we? Oké, we krijgen het waterblopbeest. Ik weet niet meer precies wat zijn naam is. Deze spant dus op alle oneven dagen. Dus dag, als je de blauwe Pikmin hebt 2 dagen later, op dag 5, 7, 9, 11, 13 en zo verder. Oké, het enigste zeg maar wat zeg maar deze baas doet is, hij kruipt achter je kapitein aan. En de enigste aanval die je zeg maar, wat je dus aan wil vallen, is dat blobding. De enigste manier waarop dat dit ding Pikmin kan aanvallen, of Pikmin zeg maar kan vermoorden, dat is dus alleen maar zeg maar door de water hazards die hij heeft. En voor de rest is eigenlijk helemaal niks. Dus om dit heel makkelijk te maken, gebruik je rode Pikmin bij tegen, je verliest een hoop Pikmin. Gebruik je andere Pikmin tegen, je verliest een hoop gele Pikmin. Gebruik je blauwe, nothing will happen. Het enige wat hier nou kan gebeuren, wat dus zeg maar heel erg vervelend voor mij zou zijn, is als dat ding mij te pakken krijgt, want dan neemt Olimar, zoals dat we weten, schade. Nou, je wil dus op zijn squishy ball dinges, daar wil je je Pikmin opgooien. Pikmin even terugfluiten. Het water wat er om hem heen zit, dat doet mijn Pikmin dus echt helemaal niks. Oké, nou, we hebben hem bijna dood, dus ik wil niet. Die parel, dat is zeg maar wat hij gaat droppen, wat hij dus zeg maar wat hij geeft. Dus ik wil heel eventjes kijken hoeveel Pikmin dat we ervan krijgen van dat ding, want dan weet ik dus zeg maar niet uit het hoofd. Maar dit is dus zeg maar een extra add-on wat je dan krijgt zeg maar als je hier naartoe komt om even Pikmin te harvesten. Het kost een beetje tijd om hem te verslaan, dat wel, maar het is toch eigenlijk een van de geheime bazen die er eigenlijk in verborgen zit. Wat ik eigenlijk heel erg leuk vind van Pikmin, dat er dus toch met toch secrets zitten. En oh ja, deflowered mijn Pikmin ook. Nogmaals, de progress die we hier dus vinden, dus defloweration, Pikmin die we kwijt zouden raken, wat dus niet gebeurt. Ja, dat wordt dus allemaal niet opgeslagen. Nou, hij dropt dus eigenlijk helemaal niks. Dat is alleen maar 4-5 pallets. 4-5 pallets. Dat is eigenlijk praktisch wat hij doet. Dat is alles. Dus ja, ik heb niet echt heel erg veel meer over te zeggen. Dat was dus zeg maar de Blue Slime Blob. Nou ja, in de credits krijgen we toch wel te weten hoe dat hij in het echt heet. Maar dat is dus zeg maar een van de secret bosses die we kunnen vinden in Pikmin. Dus is het hem waard? Nou, ik zou zeggen nee. Maar kom je hier vaak om eventjes zeg maar je Pikmin populatie uit te breiden op oneven dagen. Hou er rekening mee dus zeg maar tot hij hier zit.
Nou, met dat we gezegd hebben, dank ik jullie natuurlijk allemaal voor het kijken. Ik ga gewoon heel eventjes dit doen. Dit is zeg maar, als er een opname faalt, dan ga ik gewoon continue from previous save. Jap. En dan komen we dus automatisch weer terug bij dag 11 in Boltje, tot we dus zeg maar bij dag 11 eruit komen. Dus zoals ik al zei, dit is nooit gebeurd. Deze baas is niet verslagen, omdat het niet required is. Het is alleen maar daar om extra pigment te geven. Dus hou dat in gedachten. Nou, we hebben dus in deze aflevering heel de Forest Nevel voor elkaar gekregen. Alle parts hebben we daar gehaald. Dus ik hoop jullie sowieso te zien vandaag, morgen en overmorgen in de livestream. Link staat in de beschrijving waar de livestream wordt gehouden natuurlijk. Op dezelfde plek vind ik op Twitch. En, ja, ik ben gewoon daar een try-out aan het doen van Terraria. Ik heb al een hele Terraria World daarvoor gemaakt, dus, wil je daar een beetje van zien, dat is er zeg maar op Twitch te zien. En maandag gaan wij dus voor de eerste keer naar de Distant Spring. Ik weet nog niet precies hoe ik dat ga doen, aangezien dat ik nog maar 4 dagen heb, zeg maar, om daar de Secret Boss te verslaan. Dus we moeten nog heel eventjes kijken hoe ik dat ga doen. Maar zeker volgende week zullen we dus, zeg maar, die Secret Boss te vinden krijgen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties of laat je ervaring weten zover met Pikmin, als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Betekent heel erg veel voor me. Jullie support is echt heel erg belangrijk. En ik ben echt blij dat ik jullie blij maak met de video's. Dus, maar goed. Ik hoop jullie allemaal te zien met de livestream. Kun je vragen stellen live bij mij. Want het gaat hartstikke gezellig worden. Dus tot maandag bij een nieuwe aflevering van Pikmin. En in het weekend hoop ik jullie in de livestream te zien. Wanneer dat livestream gehouden wordt, hou een oog even in de gaten op Facebook en Twitter. Of ga naar de link in de beschrijving naar Twitch en klik op de follow button. En op het moment dat ik dan live ga, krijg je automatisch een mailtje van Twitch. Tot ik live ben gegaan. Dus zo werkt een beetje Twitch. Nou, ik hoop dat ik genoeg uit heb gelegd. En ik hoop jullie allemaal om te zien. Dus bedankt voor het kijken. Doei!